Er zijn zoveel courgetten, ik krijg ze allemaal ook echt niet op. Ja! Lekker hoor. Kom ik met mijn twee pompoenen. Ligt helemaal vol hier. Maar er zitten toch genoeg boeven in Den Haag? Hoi, ik ben Raven en in deze video laat ik je zien hoe het dagelijks leven op mijn bouwval van de boerderij eruit ziet. Ik ga stuk! We hebben de televisiecamera natuurlijk niet de hele tijd aan, maar er gebeurt hier van alles. Gelukkig nieuwjaar! Fuck off! Aangezien er zoveel eten is, ik krijg het gewoon niet op in mijn eentje. Dus ik dacht, alles wat geoogst moet worden, anders kunnen we het weggooien. Ja, en aan de geiten een beetje, maar die eten ook niet alles op. Dacht ik, misschien kunnen we gewoon wat doneren aan de voedselbank. Want die hebben gewoon vaak wel gewoon vers eten nodig. Want mensen brengen wel vaak eten naar de voedselbank. Maar dan brengen ze volgens mij alleen maar pasta en blikken tomaten, sap en weet ik veel wat er allemaal in zit. Maar hey, volgens mij is daar wel een behoefte aan vers voedsel. Hey, ja, oké, kom. Er zijn zoveel courgetten, ik krijg ze allemaal ook echt niet op. De natuur blijft geven, maar moet je kijken, wat een mooi exemplaar. Rita, moet je kijken, wat een mooie courgette. Auw, dat prik, auw. Wat is die groot, oh, wat is die groot. Wat moet je er nou mee? Fuck. Oh my god, oh. Zo groot. Oh. Oh, goede vorm. Hoor de vrouwtjes blijven. Jezus. Wat moet je ermee, hè? Oh, lekker zeg. Dankjewel, lieve courgetteplant. Kan je die niet gewoon? Nee. Mooi, toch? Wil er iemand bonen? Hier. Alsjeblieft. Anderhalve pil. Dit is een ecstasyplant. Hallo, ik ben Kloontje. En ik ben al 5 jaar. Ik lust heel veel ijzer. En ik eet ze door elkaar. Nee, niet doen. Niet doen, niet goed voor. Wauw. Holy shit, zo mooi. Mooi. De snijbiet. Ik eet me er echt al de hele zomer er helemaal kapot aan. Dit is toch heerlijk, heerlijk, heerlijk. Leuk toch? Fucking hell. Oké, kom maar iets. Hey. Hey. Morgen. Waarom ben je al wakker? Ik slaap bijna nooit. Ik maak geen slaapstofje aan. Dus ik en mezelf praten elkaar in slaap rond 1 uur of 3. Dus dat is best laat. Maar toen was ik 4:15 weer wakker. Dus ik vind het ook heel fijn, want dan sta ik aan en denk ik, oké, we kunnen maken. We kunnen maken. Ik moet nu bijvoorbeeld denken, ja, maar dit is een aardappel volgens mij. Maar dan denk ik, dit moet dan kort gewiekt worden nu. Maar wanneer kom je dan tot rust als je en bijna niet slaapt en eigenlijk de hele dag bezig bent om je omgeving te vermaken? Als ik actie hoor. Iedereen is ook al weg. Nou, mooi. Vamos. Even kijken, waar is de voedselbank dan? Linksaf. Raven. Leuk je te zien. Ja, hoi. Jullie kunnen vast wel een beetje groen gebruiken, hè? Helemaal als het vers van het land is. Nou ja, maar echt en zelf geoogst ook. Ja, dan leuk. Ja. Niet zelf opeten, hè? Nee. Lekker hoor. Ja, maar leuk joh. En wat voor mensen komen hier dan? Dat zijn mensen sowieso die in de schuldsanering zitten. Die komen in aanmerking voor een pakket. Dat zijn mensen die wel bijvoorbeeld een behoorlijk inkomen hebben, maar enorm veel schulden hebben, waardoor ze ook in de problemen komen. Ja. En als ze een leefgeld van 95 euro per week hebben, of minder, dan komen ze hier. Mensen die schamen zich heel vaak om naar de voedselbank te komen. Ja. Een stukje onwetendheid. Of ze denken dat ze voedsel krijgen nou ja, wat over de houdbaarheiddatum is. En dat is dus niet zo, want dat mogen wij niet uitgeven. Nee, tuurlijk niet. Het is ook niet alsof dat tweede rangs burgers zijn die je met een beschimmelde kaas terug naar huis stuurt of zo. Nee, het is hartstikke goed spul. Ja, even in de koeling. Kom ik met mijn twee pompoenen? Ligt helemaal vol hier. Het maakt niet uit. Wat wij over hebben, dat delen we weer met andere voedselbanken.
De bonen in vak 3 zijn op. Hebben jullie nog wat? Ja, ik kom wel even brengen. Dat klopt. Fijn dat er zoveel lekker eten is voor die mensen. Moet je kijken, vegaburgers. Waar komt dat dan vandaan, behalve van mijn tuintje? Waar komt... Overal winkels die dingen over hebben. Ja. Supermarkten. Ja? Ik dacht dat die alles weggooiden, al die supermarkten. Nee. Mooi. En hoeveel mensen zijn hier dan vrijwillig? 120. 120? Ja. Ja, nee, serieus. Hè. Dit is gewoon een heel bedrijf. Nou, goed werk, jongens. Ja. Heel fijn. Ja, zeker. Vind je het nog leuk om heel even een blikje naar de overkant te doen? Nou, ik kom wel even met jou mee, hoor. Als jij niet wil dat ik wegga, dan blijf ik nog even. Nou, je wil niet weten wat er weggegooid wordt, hoor. Dus eigenlijk warenhuizen vol afgedankte eten, wat gewoon nog goed is. Ja. Warenhuizen vol. En dat heb je dan door heel Nederland ook, hè? Sommige plekken wat meer dan andere. Warenhuizen vol goed eten. Ja, dat is toch van de zotte? Is dat zo? Zal ik je even die diepjes laten zien? Dat is wel leuk. Oh. Oké. Okay. Wauw, een diepvries. Ja, hier ga ik niet in. Nee, ik heb films gezien en dan doen ze die deur op slot en dan... Nee? Nee, blijf daar. Oh, nou, we staan in een diepvries. Koud. Ja, koud. De voedselbank maakt gebruik van 5% van de overproductie van wat er naar de winkels gaat. En waar gaat die andere 95%? Wat denk je? Vernietigd. Ja? Ja. Dus dit is nou echt toch maar echt het topje van de ijsberg. Het topje van de ijsberg. Oh! Jullie bedankt voor het goede werk. Ik hoop dat mensen jullie een beetje weten te vinden. Ja, nou dat hoop ik ook. Eigenlijk zouden er veel meer mensen gebruik van kunnen maken. Maar, ja. Maar is het niet een idee om de naam te veranderen in, weet ik veel, de voedsel Efteling? Dat, ja, toch? Ja, dat je de naam anders maakt. Ja, ja, zoiets. Of gratisvreten.nl. Ja, als je er gratis voor zet, dan komt heel Nederland, weet je. Dan ben je het zo kwijt. Ja. Hoi. Hoi, hè. Kom Riet. Hoi. Dag. Hoi. Ambieer je niet ooit ook zelf een politieke functie of zo? Hoe kan ik nou ooit met de Po-nieuws op mijn naam gaan vertellen daar dat ik weet hoe het moet met het land? Ik geloof daar niet in. Maar er zitten toch genoeg boeven in Den Haag? Maakt toch geen hol uit wat je daarvoor hebt gedaan. Ja, nou alleen nog even roepen dat het zakkenvullers zijn en dan zijn we er helemaal. Dan hebben we het hele... Het zijn toch ook zakkenvullers? Weet je waar ze moeten zitten? In de baai, op Scheveningen.